In een sfeervol dorpshuis in Horssen vond woensdagavond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Druten plaats. Voor het eerst weer samen met de ondernemersvereniging. Na een paar jaar van onderlinge strijd lijkt het tussen de ondernemers en de gemeente weer goed te gaan. Waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld was duidelijk in haar toespraak. Druten is een gezonde gemeente, we zijn een financieel gezonde gemeente. We hebben betrokken inwoners en dat zie je ook in alle activiteiten en evenementen die er hier door het hele jaar heen zijn. Het is ja, eigenlijk in alle opzichten een gezonde gemeente en een prettige gemeente om in te wonen en te werken. Het is allebei, het is terugblikken, vooruitkijken en ontmoeting, verbinding. Want zeker zo'n nieuwjaarsreceptie, dat zie je ook met de mensen die hier zijn. Dat zijn inwoners, het zijn ondernemers en mensen die elkaar nodig hebben, elkaar door het hele jaar heen ontmoeten in onze kerndorpen. Terugkijken naar wat ging er goed, wat ging er fout. En vooral vooruitkijken naar wat kan er beter en mooier. Het probleem is natuurlijk voor ondernemers dat het op dit moment goed kan gaan, maar over 10 jaar heel anders is. En eigenlijk proberen we nu ook al een beetje voor te sorteren van wat is er over 10 jaar. Nou, u hoeft maar natuurlijk naar het nieuws te kijken en u weet, PFAS-crisis, stikstofcrisis, opwarming milieu, circulaire economie, allemaal uitdagingen waar individuele ondernemers moeilijk echt iets mee kunnen, maar in de collectiviteit moet je dat doen. En als ondernemersvereniging probeer je dat ook wat aan te doen. Nou, het hangt er vanaf of je in de buurt zit van een Natura 2000 gebied. En dat is in Druten wel het geval. Eigenlijk voor alle gemeenten die langs de Waal liggen. Dus last hebben we daar zeker van. En het is gewoon kijken van hoe kun je zorgen dat alle plannen waarvan we allemaal vinden dat ze erg belangrijk zijn, dat ze doorgaan. Hoe je kunt zorgen dat die toch door kunnen gaan. Het is echt een wens van mij geweest. Ook een gewenst van de gemeente. Wat ik al heb gezegd, ook in mijn speech. De laatste jaren steeds meer in de samenleving een polarisatie. Het midden is weg. En ik hoop dat we nu weer teruggaan naar een breed middenkader waar we elkaar kunnen vinden. En dat de polder nou niet onder water staat, maar dat we daar mooi met elkaar op kunnen leven. Ik ben heel trots op de dorpen, op allemaal. Het is echt, en ik zie heel veel dingen waarvan ik ben bescheiden genoeg om te zeggen, dat is niet mijn verdienste, dat heb ik niet gedaan. En daar heb ik ook geen bijdrage aan geleverd. Maar als ik zie met name wat mensen wegzetten hier in onze dorpen, van de zomer met de jeugdvakantiedorpen. Als je ziet wat er gebeurt rondom alle evenementen die zijn. Mensen die echt zich belangeloos inzetten. Ja, daar word je gewoon warm van. Ja, en dan word ik trots en denk eens, dat is mijn gemeente.